President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren vertrokken richting Nederland. Het staatshoofd kwam vanmorgen aan te Schiphol, Amsterdam. De presidentiële delegatie vertrok vanuit de Johan Adolf Pengel International Luchthaven en bestaat verder uit de ministers Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Amar Ramadien van Volksgezondheid en Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. De ministers Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken waren reeds eerder vertrokken. Dit werkbezoek staat in het teken van het versterken en verbreden van de banden tussen deze twee naties. Ja, dat is de eerste opmerking die ik gehad heb bij mijn aankomst. Dat we in ieder geval de zon hebben meegenomen. Ik heb één garantie wel gegeven. Ik neem het niet mee. Ik laat het achter hier zo. Dus dat geeft ook al aan dat we met onze samenwerking en de afspraken... Ja, alles willen plaatsen in de sfeer van warmte. En wat die warmte, nieuwe energie toevoegen in de samenwerking die we hebben. Daarvoor zijn we hier. Dank u wel, president. Toch even de gelegenheid om nog iets energie op te doen. Oké, thank you. Minister Ramdien geeft aan hoe zijn schema voor het werkbezoek eruit ziet. Ook u, een fijne vlucht gehad? Ja, alles goed. Lekker rustig. U gaat uw counterparts ontmoeten met momenten. Hoe ziet dat er vandaag voor u uit? Vandaag is het eigenlijk wat andere afspraken met een deel van de, laat ik het zo zeggen, de politieke diaspora, gemeenschap. Zodat ik het weg mag halen. Dus dat is eigenlijk het programma. En dan is er morgen een beetje wat andere activiteiten en dan woensdag officieel het programma. Het wordt hectischer en hectischer tot we weer weggaan. Yes. Dus het is, ik denk dat het belangrijk is voor Suriname, maar ik voel het voor Nederland. We zijn er helemaal klaar voor. We zijn helemaal ready. En u hoort ook ambassadeur Rajinder Kargi over de aankomst van het staatshoofd in Nederland. We zijn fully prepared. Alles loopt op schema. En nou, de ontvangst van de president liep onvoortreffelijk en zonder any glitch, zoals ze dat zeggen. Dus het zijn goed tekenen om een goed bezoek te verwachten. Minister Armand Achijversing van Financiën en Planning stond eerder ook op de agenda, maar is niet meer meegereisd vanwege onder andere het overleg met de vakbonden in Suriname.